haak het opzetten. We gaan beginnen met een opzetlusje. Ik maak voor deze begintoer altijd even twee lossen voor een half stokje, terwijl ik normaal gesproken één uh, losse maak voor een half stokje. Je maakt twee lossen, dus je doet er rustig even ruimte maken in je lus 1 en 2. We gaan een uh, steek maken aan de onderkant en we gaan een steek maken aan de bovenkant. Dus dat is even belangrijk om te onthouden, want aan de onderkant moet je daarvoor ook een steek oppakken. En dat ga ik uitleggen. De onderkant gaat in twee keer zetten we een steek op. De bovenkant komt in één keer erop te staan. En zometeen wat ik bedoel daarmee wordt duidelijk. We gaan onze halve stokjes maken en voor een half stokje moeten we een omslag maken. En die omslag maak je altijd voordat je gaat insteken, want daarna kan het niet meer. Dus omslag voor de halve stokje. Dan ga je onder in deze steek insteken, een draadje halen. En die zet je op je haaknaald. Nou heb je drie steken op je haaknaald. We moeten een steek voor de onderkant maken. Dus we gaan een omslag door één. Rustig door één draadje van je haaknaald. Heb je er weer drie op je haaknaald. Nu gaan we het halve stokje maken voor de bovenkant. Dus dat is omslag. En dat is je draadje halen door drie. En dan heb je hierboven de halve stokje gemaakt voor uh, je eerste toer. Vroeger deed ik altijd dat eerste twee steekjes ook als een steek markeren, maar dat tegenwoordig doe ik dat niet meer. Deze eerste steek, deze eerste halve stokje is mijn eerste steek. Die twee eerste zijn gewoon om het op te starten je begintoer en de, die laat ik met rust dat tweede lossen, want dat ging vaak trekken. En met deze, als je hem hier insteekt, gaat het niet trekken, blijft het rustig in je steek. Dus dat kan anders zijn met vroeger, zoals ik hem opzette, maar dan weet je dat. Gaan we weer verder. We moesten een half stokje maken. Dus we maken eerst onze omslag. Want daarna, als we ingestoken hebben, kunnen we niks meer. Dan ga je onderin kijken. En dan zie je dat hier. En dan ga ik hem even rustig laten zien. Hier zie je die twee draadjes van de eerste steek die we op hadden gezet. En hier zie je het draadje van de tweede steek. Die moeten we even oppakken om een steek van de onderkant af te maken. Dus je steekt in. Onder de twee draadjes door. Je haalt een draadje. Dan heb je deze steek afgemaakt. Dan doe je omslag, steek je hem weer door één draadje heen, je draadje. En dan heb je een tweede steek voor de onderkant, maar die is nog niet af, die moeten we zo meteen afmaken. Deze gaan we hier een half stokje maken, dus omslag door alle drie is je tweede stokje, halve stokje. Omslag, voordat we gaan insteken, je, je werk je werkje weer een kwartslagje om. Zie je weer, dit was de steek die we net afgemaakt hebben, en hier zie je dat hij nog een beetje erachter ligt, hij is nog niet helemaal af. Dat gaan we nu doen door in te steken, onder de twee draadjes door. Zorg dat je alle tweede draadjes van de steek hebt. Haal je je draadje eronder door. Dan heb je deze steek afgemaakt. Maar we moeten een nieuwe steek, want we gaan hierboven de derde steek al opzetten. Dus we doen omslag, maken de derde steek voor de onderkant door één draadje. Omslag door alle drie. Omslag. In de onderste steek gaan we insteken, draadje halen, omslag door 1 is een nieuwe steek, want we hadden net de oude steek afgemaakt. Door 1 is een nieuwe steek. Heb je er 3 op je haaknaald? Omslag door alle 3. Dan ga ik het even wat sneller doen zodat je ziet hoe het werkt. Uh, dat je dus iets in je hoofd kan zetten, een ritme waardoor je de steken goed maakt. Je gaat insteken om het stok. Eerst omslag voor de halve stokje. Insteken onder de twee draadjes door. Je maakt het oude steek af. Dus je haalt een draadje doorheen, maakt de oude steek af. Je haalt een draadje doorheen, zet een nieuwe steek op. En je maakt je halve stokje. Omslag. Je gaat onder de draadje door en maakt de, halve, maakt de steek af door het draadje erheen te halen. Je maakt een nieuwe omslag door 1 is een nieuwe steek. Omslag door alle 3 is het halve stokje. Nog een keer omslag voordat je begint. We maken onderste twee draadjes pakken we op. Even kijken, want we moeten wel alle twee draadjes hebben. Maak de oude steek af. Je maakt een omslag door 1 is een nieuwe steek. Op je maakt een omslag door alle 3 is je halve stokje. Omslag. Onderste steek gaan we twee draadjes pakken. Zorg dat je alle twee draadjes goed oppakt. Je maakt de oude steek af. Je zet een nieuwe steek op. En je maakt een omslag door alle drie. Dat is al hakend halve stokjes opzetten. Ik ga er nog drie voor doen dat je het rustig kan zien. Omslag. We gaan onder de twee draadjes door. Je ziet deze twee ga je oppakken. Omslag door de. Vorige steek is de oude steek afgemaakt. Omslag door 1 is een nieuwe steek opgezet. Omslag door alle 3 is een half stokje. Omslag. Onder de twee steken door. Draadje halen. Oude steek afgemaakt. Nieuwe steek opgezet. En een half stokje. Omslag. Oude steek. Afgemaakt. Nieuwe steek opgezet, halve stokje en kijk eens hoe flexibel deze rand is. Trek niet, trek niet krom, keurig netjes recht. En soms, omdat je dan in het begin een beetje loopt te rommelen, staat hij een beetje zo. Dan denk je, zie je wel dat die krom is, maar als je even het garen een beetje zo uittrekt, zie je dat hij mooi recht komt. En zo gauw je tweede toer er bovenop komt, wordt het ook een keurig nette rechte rand. Dit was het alhakend halve stokjes opzetten.